leuk dat je er weer bent voor een nieuw filmpje. Dit filmpje is net als het filmpje van vorige maand, speciaal voor de bundelfocus. Bij mij op de pagina heet het een bundelactie. Dit is alweer de actie van november. En daar moet ik even bij vertellen. Voor de maand november, daar staat een set in de focus die ik zelf niet heb. Dus eigenlijk, als je bij andere demo's dus een andere set ziet, dat klopt. In the Pines, dat is een set met, het zijn geen kerstbomen, maar ja, zeg maar dennenbomen. Die hier zeer geschikt is om kerstkaarten van te maken. Maar goed, die set heb ik dus niet. Maar ja, er is op de site waar wij deze informatie vandaan kunnen halen, staat eigenlijk niks gespecificeerd over wanneer, welke maand. Er staan geen data bij in het promotiemateriaal wat StampingUp aanlevert. Dus ik dacht, ik doe gewoon een bundel in de herhaling. Want dit vind ik namelijk echt een superleuke bundel. Nothing's better than. Het is een bundel met allemaal koekjes, cocktails, leuke teksten. Dit is een van de eerste sets ook die ik heb besteld. Deze zat bij mijn allereerste bestelling die wij uit de catalogus konden doen nadat we in de voorverkoop konden bestellen. Deze zat daar niet bij. Maar mijn eerste bestelling, daar zat deze bij. Ik vond hem echt super leuk. Hier zitten ook stansen bij. Ja, vandaar ook de bundel. En dan ga ik even op mijn lijstje spieken. Volgens mij als je hem loskoopt, dan kosten de stansen... Ik heb het volgens mij hier wel opgeschreven. Ergens. Oh ja, hier. Los de steppelset kost 27 euro. De stansen kosten 36 euro. Als je dat bij elkaar optelt, is 63 euro. Maar als je hem als bundel in één keer bestelt, betaal je 56,50. Dus dat is met 10% korting. Dus dat is super leuk. Nou, dan zijn dit de stansen. Daar zitten dus voor de teksten. Zitten er stansen bij, maar je kan er ook voor kiezen om ze gewoon alleen het stans, want dan heb je de tekst dus ook. Ik zal zo wat voorbeelden laten zien. Voor het koekje, dit is ook weer net als die van vorige keer, is het een two-step stempel. Heb je hier dus bijvoorbeeld voor de bonbons. Dit is de omlijning van de bonbons en dit is om hem in te kleuren. Nou, dat heb je dus ook voor de koffie. Koffiekopje, die kun je inkleuren. En er zit een rookpluimpje zit erbij, dat het heet is. Hier een koekje. En dan heb je voor de cocktail heb je hier de invulling van het glas. En hier nog voor het parapluutje en het citrus dingetje. Verder heb je dus allerlei leuke teksten die je kan combineren tot de meest bijzondere spreuken, zeg maar. Dus dat is allemaal super leuk. En hiermee kun je dat dus allemaal uitstansen. Hier zit ook de tekst in Love You More Than. Zo heet ook deze stansenset. Love You More Than Dice. Nou ja, ik hou niet meer van je dan stansen. Maar Love You More Than Stansen, zo heten ze. Super leuk. Nou, en ik heb net zoals vorige maand heb ik... wat leuks bedacht. Je krijgt namelijk, als je deze bundel bij mij bestelt, krijg je weer allerlei extra's. StampingUp heeft 5 projectjes die ze beschikbaar stellen, zeg maar, aan ons demonstratrices om promotie mee te maken, om deze bundel dan aan te prijzen. Van die 5 projecten zijn er 2 projectjes. Daar krijg je een materiaalpakketje van, plus dus de beschrijving hoe je de kaartjes maakt. En je krijgt van die andere 3 projecten, het zijn geloof ik 2 kaartjes en een paper pumpkin doosje, hoe je die decoreert met deze set, die zit erbij in. En zoals ik al zei van de vorige bundel, ik vind het, als je zoiets doet, doe het dan ook zodat je met alleen producten uit deze bundel. Of in ieder geval, natuurlijk heb je altijd wat basisdingen nodig. Zoals als je stanst, bepaalde basisvormen. Een vierkantje, een rechthoekje, een cirkeltje. Maar goed, dat zijn ook dingen die je gewoon kan knippen of snijden met je trimmer. Hè, ik bedoel, zet een glas op een stukje kartstok. Trek een cirkeltje, knip het uit. De meeste van jullie zullen ongetwijfeld ook een passer hebben. Ja, het is echt ancient, echt oeroud, maar het werkt. Dus dat zijn allemaal hacks, zeg maar, die je kan gebruiken om dat te doen. Nou, dan kan ik jullie nu wel eventjes de projectjes laten zien die ik
al heb gemaakt. Dat zijn deze drie projecten. Voor de cocktails, voor de chocola en voor de cookies. En dan heb ik nog een projectje voor de koffie. Dat zal ik je zo laten zien. Nou ja, dit is een projectje. In principe kun je hier alles mee doen. Ik heb de tekst heb ik geheat embossed met wit embossingpoeder. Je kan er ook voor kiezen om dit gewoon met witte inkt te stempelen. Dus dat kan ook. Nou, dit is geëmbossed met een embossingfolder. Nee, goed, dat kun je ook. Dat hoeft niet per se. Je kan ook gewoon de achtergrond maken. Of met een andere embossingfolder. Dit is gewoon een subtiel achtergrondje. Dan deze, die is met dezelfde achtergrond geëmbost. Nou ja, en dan is het, zoals ik al zei, de cirkels en een rechthoekje. Die heb ik dan uitgestanst. Maar ja, goed, dat is ook heel makkelijk uit te knippen. En ja, de rest zit allemaal in de suite. Ik heb er een simpel stukje twine bij gedaan. Of linnen draad, als je het letterlijk vertaalt. Dus ja, dat is een superleuke. En ik heb voor deze heb ik een tagje gemaakt. Nou ja, dat kun je dus ook gewoon zelf op maat knippen. Ik heb hier een klein zwart cirkeltje heb ik eerst uitgeponst. Daar heb ik een ponsje voor en hier opgeplakt. En toen met een gaatjestang een gaatje erin gemaakt, zodat het lintje er doorheen kon. Nou ja, en de rest zit allemaal in de set. Ik heb er een lintje doorheen gedaan. Weet je, het is allemaal geen rocket science. En je hoeft allemaal echt geen bijzondere dingen te hebben om dus leuke projectjes te maken. Dus die. En dan heb ik van deze projectjes krijg je dus ja, ook een beschrijving. Dus dat zijn er al drie. Twee leuke kaarten en deze tag. En dan heb ik nog, en dat is eigenlijk wel super extra. Ik zag bij een collega van mij, Annette Elias. Ze had designpapier zelf gemaakt. Nou, daar is deze set echt heel erg geschikt voor. En dat heb ik even. Ik vond haar kleurstelling zo gaaf dat ik dat een beetje heb overgenomen. Dus ik heb, nou ja, gewoon het koffiekopje heb ik heel vaak gestempeld. En ja, ik heb hiervoor superleuke kleuren gebruikt. Ja, ik heb gewoon van haar een foto gezien. En ja, ik heb zelf een beetje bedacht dat dat deze kleuren dan moesten zijn. Old Olive, Bumblebee, Cajun Grey, Cinnamon Cider, Soft Suede. Daarmee heb ik dus de, ja, zeg maar de inkleuring van het kopje gestempeld. En ik heb de omleiding heb ik gestempeld met Early Espresso. Nou, hier die sterretjes die zitten erbij in. Die gebruikte ik ook hier voor de tag. Superleuk. En ja, ik heb hier bovenaan heb ik eigenlijk een rijtje recht gestempeld. Die ga ik straks uitponsen voor de projectjes die ik ga maken. Het zijn trouwens de drie projectjes die zijn ook geïnspireerd op de kaartjes van Annette. Dus Annette, dankjewel voor de inspiratie. Ja, zoals dit is dus gewoon zelfgemaakt designpapier. Nou, hoe superleuk is dat? Bedenk je als je dit gaat doen. Ik heb ongeveer de helft hiervan nodig voor de kaarten. En dan heb ik nog wat extra, zeg maar, om wat figuurtjes uit te stansen. Bedenk je als je designpapier gaat maken met al een doel, dat je er dus al een bedoeling voor hebt, dat je ja, even denkt aan de oriëntatie. Dus ga je net landschaporiëntatie gebruiken, dat die dus aan de onderkant breder is en aan de zijkant wat smaller, of ga je hem, dit is zeg maar landschaporiëntatie, dat hij dus ja, de meeste, dat hij breder is dan dat hij hoog is. En ja, de staande oriëntatie, dat is dan over zo, hè, dat is wat je met printen op de computer altijd kan kiezen. Wil je hem staand of landschap? Nou ja, ik ga hem straks landschap gebruiken, dus ik, even zien hoor. Ik zal het even. Dit is een staande kaart. En ik ga deze. Die ga ik dus gebruiken voor kaartjes die ik over zo ga gebruiken. Dus let daar eventjes op als je designpapier maakt. Dat je, ja, je papier dan niet onvoordelig hoeft te snijden. Dus nou ja, de drie kaartjes die ik hier mee ga maken. Die blijven voor jullie een verrassing. Die zullen alleen de mensen die bij mij dus deze maand, de maand november, de bundel Nothing's Better Than bestellen, te zien krijgen. Ik ga verder ook geen projectjes die ik net heb laten zien, ga ik geen filmpjes van maken. Als je daar de beschrijving van wil,
bestel bij mij de bundel en dan krijg je die helemaal gratis bij je thuis gestuurd. Zoals ik al zei, je krijgt ook een materiaalpakketje voor 2 van de kaartjes van Stamping Up. Die zul je ongetwijfeld ook voorbij hebben zien komen op mijn pagina. Ja, ik kan hem niet genoeg verkopen. Superleuke bundel. Je betaalt 56,50 voor deze bundel. En er zitten dus die extra's zitten daar allemaal bij in. Ik doe altijd einde van de maand doe ik een verzamelbestelling. Kun je mee bestellen, betaal je ook geen verzendkosten. Is het alleen eventjes wel bij mij thuis ophalen. En wil je dat het direct bij je thuis wordt bezorgd, dan komen er natuurlijk verzendkosten bij. Maar goed, dat is... Zo werkt dat gewoon. Dat is bij elke winkel is dat zo. Ik hoop dat je ook over deze bundel net zo enthousiast bent als ik. Ik vind hem echt zo, zo leuk. Ik vind dat het jammer dat de catalogi elkaar altijd zo snel opvolgen. Dit jaar was het echt wel heel snel. En we zitten nu in een overgangsjaar. Volgens mij hebben we in juni is deze uitgekomen voor jullie als klanten. En... eind juni hadden wij dus alweer de pre-order uit de herfst-wintercatalogus. Ja, weet je, hij is 2 maanden is die alleen geweest. En daarna was dus voor jullie ook alweer de herfst-wintercatalogus online. Dus ja, ik vind het zo jammer dat dit soort sets worden dan gauw vergeten. Maar hij is gewoon zo leuk. Zo leuk. Dus, zoals ik al zei, ik hoop dat je net zo enthousiast bent als ik. Nothing's better than. Stansen erbij. 56,50. Plus al die leuke extra's. Wil je je bestelling bij mij plaatsen? Hieronder in de informatie staan allerlei manieren waarop je mij kan bereiken. Mijn e-mailadres staat er. Er staat een link naar mijn website waar je een invulformuliertje hebt onderaan de homepagina. Er staat een link naar mijn Facebook. Daar kun je mij een chatbericht sturen. En ook daar staat als goed is een link naar mijn, met mijn e-mailadres. Dus ik zou zeggen, vind mij, stuur mij een berichtje en ik verzorg je bestelling graag. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. Leuk dat je er was. En tot de volgende keer.